Vrijwilligers uit verschillende sectoren, waaronder het Nationaal Leger en jongeren van Stichting RUMAS, hebben zich ingezet voor een uitgebreide schoonmaakactie bij Huize Asiana. Deze schoonmaakactie vond gisteren plaats en is een initiatief geweest van de Zevendedaags Adventisten in Suriname in verband met hun 130-jarig bestaan. Onder een stralende zon werkten de deelnemers samen om het terrein van Huize Asiana op te frissen. De werkzaamheden omvatten het schoonmaken van de omgeving, het snoeien van bomen en planten en het schilderen van banken, muren en gevels. Het enthousiasme was groot en de sfeer onder de vrijwilligers was positief en gezellig. Kees Rawati Shangur van het Nationaal Leger benadrukte de sociale waarde van de actie, terwijl Emmy Hart van Stichting RUMAS de kans prees om een bijdrage te leveren en bewoners een glimlach te bezorgen. Het initiatief benadrukt de betrokkenheid van de Surinaamse samenleving bij de zorg voor kwetsbare inwoners. Deze gezamenlijke inspanning onderstreept de voortdurende toewijding van de Zevendaags Adventisten aan gemeenschapsdienst, waarbij zij niet alleen hun eigen leden, maar ook andere lokale groepen betrekken in hun jubileumjaar.